Hoi hoi, iedereen. Kijk even naar het volgende filmpje, want het gaat over autisme. Ik ben Nicky, 31 jaar. Ik werk bij de Erasmus Universiteit, bij de bibliotheek. En ja, ik zorg een beetje dat de catalogus, dat de boeken die binnenkomen, die verwerk ik. En ook veel online. Dus dan controleer ik wetenschappelijke artikelen of dat goed is ingevoerd. Ik heb een lichte vorm van autisme en ik wil zeggen wat dat voor mij betekent. Allereerst heb ik de universiteit gedaan en gehaald en daar ben ik trots op. Ook vind ik het lastig om mensen aan te kijken en om het gesprek te beginnen. Bovendien vind ik het moeilijk om onmiddellijk op vragen te antwoorden als het face-to-face is. Ik heb nog een jongere broer. Mijn ouders en broer wonen vlakbij, ze in dezelfde straat. En dat vind ik heel fijn. Dus ik ben regelmatig op bezoek. Met prikkels vind ik het vooral heel vervelend als het echt bij grote massa-evenementen zijn. Hier ben ik opeens bij de Kuip. Bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal. Dat je met z'n allen terug moet in de trein. Dan word ik altijd wel een beetje gestrest. Nee, dat ik autisme heb is al heel vroeg bij me vastgesteld. Ja, sinds ik 4 was. Dus heel veel weet ik er ook niet van meer, eigenlijk. Dus ik weet niet hoe en waarom en dat soort dingen. Nou, ik merk dat met mijn autisme vooral bij gesprekken, vooral als er meerdere mensen zijn in een groep of zo, dan ben ik toch heel veel op de achtergrond. En ik stel mezelf ook weinig vragen. Dus dat een beetje, vooral sociale vlak. Nee, ik vind het vooral moeilijk om mij uit te drukken, want ik denk dat mijn hersenen veel sneller gaan dan ik praat. Hoi hoi iedereen, hier zijn 3 vooroordelen over mensen met autisme die mij niet kloppen. Nummer 1 is mensen met autisme kunnen niet tegen verandering. Nou, ik ben met Surprise Me op vakantie geweest. Dan weet je pas op het vliegveld waar je naartoe kan. Dus dat is vrij duidelijk. Nummer 2. Mensen met autisme kunnen goed rekenen en coderen. Nou, ik kan het allebei niet. Nummer 3 is mensen met autisme hebben een passie voor 1 ding. Nou, ik heb heel veel interesses. Hardlopen, lezen, TikTok, reizen. Ja, en nogal meer dingen die ik nu even niet kan bedenken. Nee, ik hou van lezen. En ik lees ook elke dag wel een paar bladzijden. Soms iets meer, soms iets minder. En als ik niks te lezen had, ging ik het telefoonboek lezen. Ja, met hardlopen heb ik ook gewoon plannen om volgend jaar de marathon te gaan rennen van Barcelona. Met een aantal vrienden die ook nog nooit een marathon hebben gerend. Ik vind het vooral lekker om gewoon alleen te lopen. Dus niet bij een vereniging. Want het voordeel van hardlopen vind ik dat je het kan doen waar en wanneer je wilt. Nou, als ik met bekenden ben, dan heb ik er geen moeite mee met de drukte. Maar als bijvoorbeeld in grote groepen of mensen verwachten iets van mij, dan vind ik het een stuk lastiger om mezelf te zijn, eigenlijk. Als een ander bijvoorbeeld vragen aan mij stelt, vind ik dat helemaal geen probleem. Maar zelf doe ik dat dan minder snel of zo. In mijn ideale wereld zou ik wel willen dat mensen mij erbij betrekken. Maar het moet ook niet te veel zijn, denk ik. Want ik heb ook alweer tijd nodig om dat. Als bijvoorbeeld een borrel van het werk is, dan heb ik ook wel tijd nodig om dat te verwerken. De groentjes en adieu paraplu.